Ik ga het hebben zo over vergelijken. Maar er was een interessante situatie. En dan wil ik jullie even laten zien. Even laten zien, een paar fotootjes. Ik was een tijdje geleden jarig en ik kreeg van het kernteam hier, het keyteam noemen we dat, kreeg ik een cadeautje. En dat was een vliegexperience. Een soort vliegles, eerste vliegles. En ik mocht ook twee mensen meenemen. Dus ik heb Ruben meegenomen en Jozua. En dat was allemaal heel interessant, ik kan niet anders zeggen, zeer interessant. Een van de dingen die me gelijk opviel, dit was ons vliegtuigje. En ik begon gelijk te vergelijken met als ik normaal vlieg vanaf Schiphol of vanaf de Heek Airport. Grote toestellen en ik zeg vaak tegen degene die mijn vluchten boekt, Richandro, als je kan, neem een BA-toestel, want die zijn nog groter. Hoe groter, hoe lekkerder, toch? Nou, dit was in verhouding met een BA-toestel met vier grote motoren een heel erg klein vliegtuigje. Vergelijken deed een heleboel bij ons alle drie. Er was één man, die was net geland en serieus, geloof het of niet, maar Joost en Ruben zijn mijn getuigen. Die pakte zijn vliegtuig met één hand en reed hem naar de hangar. Ik denk, wat? Moet ik daarmee de lucht in? Dus hier heb je nog, dit is de meest wild at heart foto die jullie ooit te zien krijgen van je voorganger. Hier zitten we op de startbaan. Hij is aan het uitleggen wat we allemaal gaan doen. Maar het was zo klein, je zit schouder aan schouder. Echt zo, dit is niet breder dan dit. En zij zaten achter ons, die twee jongens hier. Maar ik zit gewoon, ik heb een dashboard en dan niks. En hoe hoger je gaat, hoe enger ik. Dus de piloot vroeg, vindt u het, gaat het goed met u? Ik zei, ja hoor. Het gaat prima. Nou, we vinden het alleen een beetje klein allemaal. Ja, ja. En echt waar, ik overdrijf. Zijn deur ging niet goed dicht. Dus hij zat een tijd te rommelen van, vanmorgen deed hij het nog. Ook echt waar, wij moesten 2 uur langer wachten om het toestel waar we mee zouden vliegen, had mankementen. En het duurde toch wat langer allemaal. Dus uiteindelijk heeft die mevrouw, die zo aardig, nou ik laat wel een ander vliegtuig overkomen, Lelystad. Want die van jullie die is toch nog niet helemaal klaar. En dan moet je hier instappen. Maar het uitzicht was geweldig, we vlogen over Harderwijk en zelfs de dolfinarium, we hebben de dolfijntjes gezien. En het was een zeer interessante ervaring. Zeer interessante ervaring. Ik ben mijn leiders aan het trainen, helpen om je pijngrens te verleggen. Want dan wordt je capaciteit groter. Nou, dat hebben we dan weer gedaan. Ik probeer te doen wat ik preek hier. En we gaan vandaag een beetje praten. We hebben ook nog een filmpje, daar worden we blij van. Even een knipoog uit de Filipijnen. We hebben pas geleden een heel mooi bedrag, 10.000 euro, mogen geven van Hart voor het Huis aan de Filipijnen. Om daar hun te helpen hun kerk te bouwen. Dus ze willen ons graag bedanken. Kijk even mee. Greetings of peace and joy to all. Thank you City Life family for the 10.000 euros. This will help to build the church so much, and it will go so much faster now. Thank you so much, Pastor Joshua, Sister Chelsea, and Pastora Tabitha. This will surely provide a good worship place to our children and the families we are serving and reaching out for the Lord. God bless you more. Mooi. Dank jullie wel voor het mogelijk maken met elkaar als kerk dat we verschillende zegen mogen zijn, ook in de Filipijnen. Ik heb heel veel zin straks om 2 uur voor alle leiders en aankomend leiders, DNA, lunch en waar we een hapje krijgen. Je krijgt een hapje terwijl jij je broodje zit te eten, ga ik proberen te inspireren. Als het gaat om leiderschap en DNA. Dus probeer er allemaal bij te zijn. Van 2 tot 3, ik zal me netjes aan de tijd houden. En nog één mooie mededeling, 8 september. Zondag 8 september hebben we een hangout met alle 50-plussers. En met wilden die zeggen, gaan we eens iets leuks organiseren voor de 50-plussers. En we zijn met een paar mensen. 8 september, oké. Okay. Hey, we zijn bezig met een serie, Laat Je Horen. En we geloven dat jij en ik, we hebben ook als kerk, hebben we een mooie boodschap te brengen. Een boodschap van hoop en van Gods liefde. En toch zijn er soms dingen die onze stem een beetje verstommen. Er zijn dingen die waardoor je niet helemaal de vrijmoedigheid hebt. En we hebben een aantal dingen genoemd.
We hebben gekeken naar klein denken. Hoe je denken, hoe het vermindert. We hebben gekeken naar leven vol van spijt. Of denken in kansen en in toekomst. Weet je, spijt maakt steeds kleiner. Terwijl in de toekomst, je hoop ligt in de toekomst, niet in je verleden. Mensen die steeds maar, oh, als maar zus en als maar zo. En ik heb zo'n spijt van dat. En die komen nooit in hun toekomst. Onverschilligheid of een verschil maken. Sommige mensen zijn zo onverschillig dat ze geen enkel verschil meer maken. Maar de Heer wil ons gebruiken om een zegen te zijn en een verschil te maken. In 1 Petrus 3, daar stond in de message, weet je nog, be ready to speak up. Wees altijd klaar om te spreken, om je stem te verheffen als je de mogelijkheid krijgt om je boodschap te brengen aan mensen in je omgeving die het nodig hebben. Dus vandaag wil ik met je kijken naar jezelf vergelijken of jezelf zijn. Jezelf vergelijken met anderen of jezelf zijn. In Johannes 21, vers 21, en dan vraagt Petrus, die vraagt tot Jezus, Heer, maar wat zal er met deze gebeuren? Deze, dat was Johannes. Hij vraagt, Heer, wat gebeurt er met hem? Wat gaat er met hem gebeuren? En dan zegt de Heer, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dat is de kern. Volg jij mij, Petrus? Petrus vroeg, Heer, wat gaat er met hem gebeuren? De Heer zei, eigenlijk gaat jou niks aan. Zorg jij nou maar dat je mij volgt en met hem komt goed. Met jou komt ook goed als je mij volgt. Er was iets van vergelijken. En weet je, misschien, er kan zo'n gewicht op je schouders liggen als je leeft in vergelijken. Misschien denk je, waarom ben ik niet zo gezegend? Waarom heb ik niet zo'n auto of zo'n huis? Waarom heb ik niet zulk haar? Dat zijn dan vooral de dames die dan. Ik heb één dame zat vroeg in de kerk. En dat is eigenlijk wel heel verdrietig. En ze zei, Mathilde stond ernaast. Ik bid elke dag voor ander haar. En dat meende ze. Vergelijken, dat is wat vergelijken doet. En ze had prima haar volgens mij, maar weet je, de kracht van vergelijken. Iemands rijkdom is niet jouw gebrek. Iemands zegen is niet jouw missen. Iemand anders promotie is niet jouw teruggang. Maar dat is hoe vergelijken ons doet denken. Iemands anders succes is niet jouw falen. Gods woord zegt, wees blij met de blije en ween met de wee, huil met de huilende. Maar soms draaien wij het een beetje om. Soms zijn we blij met de wenende. Als je denkt dat jij problemen hebt, dan hoor je een ander met nog meer problemen. En dan vergelijk je jouw problemen met die van hem. En dan ga je niet huilen, meehuilen, maar dan ga je een beetje lachen om, oh gelukkig, ik heb het nog niet zo erg als hij. Dat is een hele rare manier wat vergelijken doet bij ons. 2 Korinthe 10 vers 12, want wij durven ons niet te stellen onder of stellen naast sommigen van hen die zichzelf aanprijzen. Maar ze meten zich af naar en vergelijken zich met zichzelf. Zonder het zelf te begrijpen. Nou, dit is een amusante die ik met veel plezier voorlees. Engelse Bijbel, let op. De Engelse vertaling. Het staat er echt. For they were not bold to, we were not bold to number or compare ourselves with certain of them that commend themselves. But they themselves, measuring themselves by themselves and comparing themselves with themselves, are without understanding. Begrijpen er niks van. Het is 7 keer themselves. Dat is wat vergelijken doet. Je vergelijkt jezelf met anderen. Hier in dit kleine stukje van de Bijbel wordt 7 keer. Paulus zegt, ik ga die kant niet op. Waar mensen zichzelf vergelijken met zichzelf, terwijl ze kijken naar zichzelf enzovoort. Dat is wat vergelijken doet, die kant willen we niet op. Het is altijd waar jij bent tegenover iemand anders. Terwijl de Heer zegt, kijk naar mij. Kijk naar mij. God heeft jou uniek gemaakt. Als Jantje de aanbidding leidt en ik zeg tegen Jantje, hebben we geweldig gedaan. En de Heer kwam, we ervaren Gods aanwezigheid. En Pietje leidt tot elkaar af en toe de aanbidding. En Pietje denkt, dat zegt hij nou nooit tegen mij. Dat is wat vergelijken doet. Ik bedoel helemaal niks. Maar Pietje denkt, wat bedoelt hij daarmee te zeggen? Hij ging naar Jantje om een compliment te geven. Wat wil hij zeggen daarmee? Niks. Niks meer dan dat ik het een fijne aanbidding vond. Maar vergelijken brengt ons in een bepaalde manier van denken die ons niet verder helpt. We hebben hem eens. God heeft ons uniek gemaakt. En hier is het slechte nieuws. Ik heb een heel klein stukje slecht nieuws en dan gaan we gauw weer door met de Bijbel, want dat is goed nieuws. Hier is het slechte nieuws. Mag ik in één veeg al je vergelijk maar van tafel helpen vegen? Er is inderdaad iemand knapper dan jij
beter dan jij, slimmer dan jij, rijker dan jij, meer getalenteerd dan jij. Stop maar met vergelijken, want dat gaat nergens heen. Toch? Eens? Ik ben voorganger, er zijn veel voorgangers beter dan ik. Ja, misschien zit jij op je werk, er is iemand beter op je werk dan jij. Misschien ben je op de sportvereniging. Oh man, in de sport dat ding is. Als je praat over vergelijken. Iemand is de beste op de 1000 meter. Totdat iemand anders komt die beter is, ja. Het is allemaal zo... Weet je, dat heeft niks te maken met je bestemming. Het is allemaal zo relatief. Ik kan me nog herinneren, een gek verhaaltje. Vind je het leuk? Een gek verhaaltje uit mijn jeugd. Er was een jongen en ik dacht... Wie is de populairste jongen van de klas? Gewoon de klas, weet je wel. Je begrijpt wat ik bedoel. Het is gewoon de invloed. Hij kwam uit een heel rijk gezin. Zijn ouders hadden een enorm vrijstaand huis. Beide ouders waren architect. Prachtige auto's. Een mooie zus had hij ook nog. Alles. En hij had hoge cijfers. En dit was... Het was een christelijk gezin trouwens. Dat heb ik de eerste dienst niet verteld. We waren christenen. En dit was... Een hele knappe meid die ook nog heel aardig was. Dat kan. Dus, maar ze was christen. Dus, daardoor. Hij was in alles beter. Hij had hoge cijfers, hij was intelligent, hij zag er goed uit, sportief. Alles. En ik zat te denken, ja, hij heeft het gewoon helemaal. En dan had hij een meisje, zag hij weer een meisje en die vond hij helemaal geweldig. En dan kreeg hij daar verkering mee. Er was nooit een meisje die zei tegen hem, volgens mij. En dan liepen ze 3 maanden hand in hand. Dit is het Dr. F.H. de Bruyne Lyceum, waar ik zat, op dat ateneum daar in Utrecht. En dan dachten we allemaal, al die jongens stonden te watertanden, hoe krijgt hij het voor elkaar? Kijk nou toch weer. En dan 3 maanden later maakte hij het uit. En dan zei ik kon wel redelijk met hem overweg. Ik zei, heb je dat nou weer uitgemaakt? Hij zei, ja, je vindt misschien gek met het bekken weer op uitgekeken. Na 3 maanden. Ik ben daarop uitgekeken. Oké, nou dat snappen we dus niet. En hij was overal beter in, maar behalve één ding. In één ding was ik beter dan hij. Dit is een waardeloos verhaal, wat nergens heen gaat. In de korte afstand sprint was ik beter, sneller dan hij. We hadden het al een paar keer geprobeerd, hij kon het eigenlijk niet helemaal hebben. Hij was overal beter in, behalve korte afstand sprinten. En toen op een gegeven moment... Toen zei hij, dat kan niet, dat kan niet. Ik zei, ja, dat kan wel. En dat is waar gebeurd. De straat voor de school werd afgezet in de pauze. En een heleboel scholieren links en rechts langs de kant. Oké, de finals. Hij heette Heino. Als je kijkt, Heino, dag Heino. En Heino en ik gingen de wedstrijd aan. Met een heleboel supporters om ons heen. En iedereen dacht, we zijn toch helemaal niet alleen al onzin om een straat af te zetten in de pauze. Om te kijken wie er het hardst kan, snelst kan sprinten. En ik won. Ik won. Het was op de een of andere manier het enige gek verhaal, hè. Gaat nergens heen. Wat wilt u daarmee zeggen? Niks. Het enige wat ik wil zeggen is, vergelijken is ontzettend dom, staat in een van de Bijbels. Een van de vertalingen, Nederlandse vertaling, brengt je nergens heen. Dus ik was een dag blij. En de volgende week realiseerde ik me weer. Oké, dat was leuk. Maar alle andere dingen doet hij beter dan ik. Nou, dus hoe dan ook. Het gaat nergens heen. Er is altijd iemand beter dan jij. Er is altijd iemand sneller. Er is altijd iemand... Als je daarna gaat kijken... Weet je, als je een goed team, als je leiderschapprincipe, als je een mooi team aan het bouwen bent, dan komen er mensen aan boord die beter zijn dan jij, verder dan jij, op een bepaald gebied. En een goede leider snapt dat en die is alleen maar blij en die ziet het niet als een soort bedreiging, maar die denkt, ja, met elkaar komen we verder. En dat is een principe wat je graag wil ontdekken. Kain vermoordde zijn broer Abel uit jaloezie. Als je het verhaal kent. Ze brachten allebei een offer. De Heer reageerde anders op het ene offer dan op het andere. En hij zei, waarom reageert God zo op zijn offer en zo op mijn offer? En hij had een probleem, maar hij werd boos. En dat is wat vergelijken doet. Er komt boosheid en hij vermoordde uiteindelijk zelfs zijn broer. Dus een paar gedachten. Nummer 1, vergelijken groeit in de stilte. Het groeit in de stilte. In Markus 9, vers 33. Ze kwamen in Capernaum. Toen ze in het huis waren, vroeg hij hun, waarover waren jullie onderweg aan het reden twisten? De Heer Jezus was daar niet bij, maar ja, hij weet alles. Dus het is niet dat hij het niet wist, zeg maar. Hij stelt een vraag om ze te helpen.
Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar gepraat over de vraag wie van hun het belangrijkst was. Dat is vergelijken. Wie zit er links en wie zit er rechts van de troon enzovoort. Wie is hier het belangrijkst? Dat is ontzettend vergelijken positie denken. Maar zie je dat er staat, ze zwegen. We zitten in de serie, laat je horen. Zie je wat vergelijken doet? Je mond gaat dicht. Er zijn allemaal dingen in je gedachten dat je denkt, ja, dat kan ik niet zeggen. Dus dan zeg ik maar niks. Dat is wat vergelijken doet. Ze waren in de stilte. En weet je, er zit altijd oordeel in. Er zit iets in van ik verdien meer dan dit. Waarom krijgt hij dat en ik niet? Ik verdien dat ook. Waarom staat zij op het podium? Ik werk hier al jaren in de kerk en ze hebben mij nooit gevraagd. Vergelijken. En het brengt alleen maar de dood voort. Het brengt geen leven in je ziel voort. Nummer 2, vergelijken is als de takken van een slechte wortel. Als de takken van een slechte wortel. Weet je, dat als je los bent van vergelijken, kan je anderen vrijzetten. Kan je anderen zegenen. Kan je mensen die los zijn van vergelijken, daar vrij van zijn, die kunnen heel makkelijk complimentjes geven. Heel makkelijk anderen bemoedigen. Schouderklopjes. Mensen die nog in vergelijken denken, die zijn stil, wat de Heer Jezus daar net merkte. De discipelen zeiden niks. Het is een goede test voor jezelf en voor jou en voor mij. Hoe vrijgevig ben ik als ik mijn mond open doe? Hoe vaak doe ik dat en hoe vaak is dat complimenteus om anderen verder te helpen? Enzovoort, enzovoort. Dat is het tegenovergestelde van vergelijken. Dus hier, vergelijken is als de takken van een slechte wortel. 1 Timotheüs 6 vers 10, dan staat het over de wortel, een wortel, een voorbeeld van een wortel, hoe het werkt. De wortel van alle kwaad is de geldzucht. Alle kwaad wat in de wereld gebeurt, is geldzucht. Elke oorlog, elke hongersnood, is geldzucht. Dat is de reden. Mensen vragen, hoe kan God dat toestaan? Waarom gebeurt het? Als God liefde is, geldzucht. Er zitten mensen geld te verdienen. Aan jou en mijn gezondheid, aan jou en mijn wereld, aan het milieu, aan oorlogen, hongersnoden. Er is genoeg eten op de hele wereld. Genoeg, meer dan genoeg. Er is genoeg schoon drinkwater. Alles. Maar geldzucht is de race, de wortel van niet sommige, maar van alle kwaad. En de Heer zegt, daardoor, door daarna te haken, zijn sommigen van het geloof afgedwaald, hebben zich met vele smarten doorboord. Uiteindelijk kom jij er niet beter vanaf. Het geeft heel veel verdriet en ellende. En de Heer zegt, ik wil je laten zien dat er een wortel is. En als je de wortel snapt van bijvoorbeeld vergelijken, dan komen de takken ook wel weer goed. Als je een probleem hebt, wat het ook is, ga niet een ene takje naar het andere takje. Dat is de vrucht, maar je wil naar de wortel. Ik ken een therapeut en die, sommige mensen, met alle respect, ik doe er geen enkel uitspraak verder over, maar ik weet dat sommige mensen bijvoorbeeld bij een therapeut of psycholoog, al hun verhalen van vroeger en zo. En er is een plek voor. Er is een plek voor, maar je praat nog steeds over de vrucht en de takken, niet per se de wortel. Ik ken een therapeut, die heb ik zeer hoog staan, en die zegt na 2 regels al, mag ik je helpen? Doet hij dan zo. Mag ik je helpen? Erop. En ik ben net begonnen met mijn verhaal. Ja, vroeger was het vroeger thuis. Ja, nou, dat wil je het horen. Nou, Erop, mag ik je helpen? En dan zegt hij, ik ga maar gelijk naar de wortel. En niet naar al die takken. En dan doet hij, pas geleden, ik stuur veel mensen daar naartoe, omdat ik denk, die man die doet het erg goed. Mensen worden echt geholpen. Er was iemand die zei, ik ben ergens anders geweest, 5 gesprekken. Hij doet in 1 uur meer dan 5 gesprekken. Ja, omdat hij direct naar de wortel gaat. En dat wil de Heere Jezus bij jou en bij mij ook. Als de wortel gezond is, worden de takken gezond. Goed onthouden. Goed onthouden. Dus de Heer zegt als voorbeeld hier, wat zijn nou die wortels van vergelijken? Het kan zijn onzekerheid natuurlijk van vroeger. Wij allemaal hebben waarschijnlijk pijnlijke herinneringen met vergelijken. In de klas vroeger of thuis. Of houdt papa nou meer van mij dan van mijn zusje? Of andersom van mijn zusje meer van mij? Je kan waarschijnlijk zijn hier in deze zaal duizenden voorbeelden van pijnlijke situaties. En toch wil de Heer je vrij ervan maken. Genezen, herstellen en zeggen kijk naar mij. Kijk naar mij. Ik heb je mooi gemaakt. Ik heb je goed gemaakt. Wist je dat God jou nooit vergelijkt met een ander? Om te kijken hoe jij het doet of wie jij bent. Hij gaat niet een ander.
Soms zijn dingen echt pijnlijk. Ik was vroeger heel depressief. Sommige mensen kennen het verhaal. Uiteindelijk had ik bijna zelfmoord gepleegd toen ik 18 was. Toen ik 16 of 17 was, zei mijn moeder dit tegen mij. Over vergelijken gesproken. Het kan heel pijnlijk zijn. Er was een jongen aan de overkant, trouwens ook een christelijk gezin. En die zat altijd fluitend op de fiets. Dus hij pakte zijn fiets en we zagen zijn huis uitkomen. Pakte de fiets en inderdaad altijd fluitend. Toen fietste hij weg en aan het eind van de middag kwam hij fluitend weer terug. Toen zei mijn moeder, zo moet jij ook zijn. Ik was mijn zelfmoord aan het plannen. Hoe lang hou ik dit nog vol? Dit was het vergelijk van mijn moeder. Waarom? Hij is tenminste altijd vrolijk. Nou, dames en heren, dat helpt niet, zeg maar, zo'n opmerking. Dat is hoe pijnlijk vergelijken kan zijn. Maar geef het allemaal aan de Heer. Geef het terug aan Hem. Waar gaat dit heen? Nergens heen. Mijn buurman, Heino, die overal beter wordt. Waar gaat het heen? Nergens heen. De Heer houdt van mij. Hij houdt van jou. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor jou. En een mooi plan met jouw leven. Vergelijk jezelf niet met een ander. Wees jezelf. Vergelijk jezelf niet, maar wees jezelf. En de Heer wil je daarmee. Ga naar die wortel. Soms is er boosheid. Soms ben je beledigd. Weet je, er is een... Kijk maar, let maar op. Vergelijken ligt heel dicht bij jaloersheid. Want vergelijken, dan ga je jaloers worden. Als je naar kijkt, dat ligt vaak oordeel, trots. En dat zijn allemaal zonden. Er gebeurt iets geks met vergelijken. Want als je gaat vergelijken, dan vergelijk je jezelf of met mensen die beter zijn dan jij, verder. En dan word jij depressief en minder waardig. Of je vergelijkt jezelf met degene die het minder hebben. Voor jouw gevoel dan minder zijn dan jij. En dan word jij superieur. Dus je wordt of je gaat superieur denken boven anderen. Of ondergeschikt in de verkeerde manier. Onzeker. Allebei is niet goed. Allebei gaat je niet helpen. Maar dat is wat vergelijken doet. Of je wordt trots. Oh, als ik kijk, dan ben ik toch wel blij. Of je wordt zo onzeker. Als ik dat allemaal zie, waarom heb ik dan niet? En de Heer zegt, gooi het van taal. Het heeft niks met het Koninkrijk van God te maken. Stel je voor dat de Heer Jezus zich ging vergelijken met de Heilige Geest. Hoe zit dat nou? Wie is hier nou... Maar vergelijk, we gaan even kijken naar de wortel die daar is. Vergelijk heeft altijd hoge doelen, maar komt lager uit. En dan zal je zien hoe kwaad vergelijken in de wortel is. De eerste die zich echt zondigde aan verkeerd vergelijken was de Satan zelf, de duivel. En de Bijbel spreekt in Jesaja 14, vers 14. Ja. En hij zei, de Bijbel vertelt dat hij de aanbidding leidde in de hemel. Hij heette Lucifer, lichtdrager. En hij leidde de aanbidding. De Bijbel vertelt ons dat zijn lichaam zat vol met muziekinstrumenten. Een engel vol met muziekinstrumenten, prachtig plaatje, die de aanbidding leidt in de hemel. Tot een dag dat hij zei, ik zal mijzelf verheffen, Jesaja 14 vers 14, en worden als de Allerhoogste. Gelijk worden, dat is vergelijken. Hij vergeleek zichzelf en dacht, waarom moet ik onder God staan? Waarom kan ik niet naast hem gaan staan? Heb je dat wel eens gehoord? Onze hele cultuur zit er voor mee. Waarom moet ik onder mijn leiding geven? Waarom kan ik er niet naast gaan staan? Hij vergeleek zichzelf en ik wil ook zo worden. En de Bijbel zegt dat God hem uit de hemel wierp. Naar de diepste duisternis. En toen kwam hij naar Adam en Eva en verleidde hun. En hij zei in Genesis 3, hij zei... God heeft zeker niet gezegd dat als je van de vrucht eet, dat je net zo wordt als hij. Kennende goed en kwaad, dat wist je zeker niet, hè? Nee, dat dacht ik al, dat had hij er niet bij verteld. En Adam en Eva beginnen zichzelf te vergelijken. Wacht even, is er iets wat wij missen? Is er iets wat wij niet weten? Weet God meer dan wij? En ze nemen van de vrucht. En sindsdien is er de pijn en de ellende en wat de Bijbel noemt de zondeval. En God wil het weer herstellen. Maar dat is de wortel van vergelijk. Zo ver kan het gaan. En het brengt je nergens. Alleen maar naar beneden, niet omhoog. Vergelijken brengt je nooit omhoog, alleen maar naar beneden. Laatste punt, vers 4. Vergelijk je armoede. Vergelijk is, sorry, armoede voor je ziel. Nou, dat mogen inmiddels een beetje duidelijk zijn met het verhaal, hè? 1 Timotheüs 6, vers 6. En nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, indien zij gepaard gaat met tevredenheid. Dat is het antidote, dat is het tegengif tegen vergelijk. Tevredenheid, dankbaarheid.
Dankbaar voor wat God jou wel gegeven heeft. Dankbaar voor wie Hij is voor jou. Dankbaar voor wie jij mag zijn in Hem. Het helpt je om je op Hem te richten, op Hem te vertrouwen. Zijn hand vast te pakken. Zeg, Heer, ik hoef niet te kijken naar links en naar rechts. En de Bijbel is heel eerlijk, hè? Sommigen zitten nog steeds na te denken, wat zei die nou? Iemand is knapper dan ik. Iemand is rijker dan ik. Iemand is slimmer dan ik. Nou, lekker. De Bijbel zegt het, hè? Eén kreeg één talent, één kreeg twee talenten, die was slimmer. En één kreeg vijf talenten, dat was de directeur van de ploeg. De Bijbel is daar eerlijk in. En God zegt, wees trouw in wat ik jou gegeven heb. Stel je voor dat hij met die twee talenten had gezeten te kijken naar die met de vijf talenten. Ja, waarom heb ik geen vijf talenten? Als dat vergelijken doet. De Heere Jezus zegt het tegen jou en mij. Gaat je niks aan. Lekker, lekker eerlijk is de Bijbel, hè? Waarom krijgt hij vijf talenten en ik twee en ik één? Gaat je niks aan. Gewoon zoals God de Vader het bedoeld heeft. Doe wie je bent. Wees jezelf. Draag vrucht. Doe met dat talent of die twee of die vijf die je hebt. En dien de Heer. Zo heeft Hij je gemaakt. Zo heeft Hij je bedoeld. Stel je toch voor als ik mezelf ga vergelijken met T.D. Jakes. Dan neem ik over een half uur ontslag. Wordt tot depressie. Heb je hem pas gezien met zijn knalrode pak? En dan zit zijn, wat was dat, zijn dochter of zo? Met een of andere knalrode jurk die jullie veel te bloot zouden vinden trouwens. En heb je gezien? Dat staat allemaal op YouTube, is geen geheim. Ik ben zo blij dat ik mezelf niet vergelijk met T.D. Jakes. De vrucht die hij heeft is fantastisch en dat is zijn stijl en zijn genade. Ik ben gewoon lekker mezelf. Goddelijke tevredenheid is een goed ding. Het staat tegenover vergelijk. Dat je dankbaar bent. Dat je zegt, Heer, dank u voor wat u mij gegeven heeft. Je bouwt je leven rondom het woord van de Heer. Hier is nog één laatste voorbeeld. Als je de Bijbel een beetje kent. Je had Saul, koning Saul, de eerste koning van Israël. Hij was de koning van Israël. En toen kwam David en eigenlijk nog een wapendrager toen van hem. En dan is het dat moment dat David overwinningen haalt voor Israël. En dan weet je misschien dat de mensen gingen zingen. Een liedje zingen. De anthem. Maar niet de Young and Free Summer Camp anthem. Maar dit was de David anthem. En dat ging zo. Saul versloeg zijn duizenden. Maar David zijn tienduizenden. En dan wordt Saul kwaad. Vergelijken. Hij wordt jaloers. Hij denkt, wie is deze David dat ineens iedereen achter hem aan gaat rennen? Wat had hij moeten doen? Dat was jaloezie, dat was vergelijk. Waarom zingen ze geen liedje over mij? Waarom gaat het liedje over David? Ik ben de koning. Hier was zijn verschil, zijn denk. Hij was onzeker toen Saul werd gekozen om gezalfd te worden als koning. Had hij zich verstopt achter het pakgoed. Onzekerheid. En hier, jaren en jaren later, zie je dat die onzekerheid er nog steeds zit. Iemand anders is bezig zijn opvolger te worden. David zou hem opvolgen als koning, de volgende generatie. Maar hij wordt er onzeker van. Hij denkt, wie, wat gebeurt er allemaal? Hij wordt zo boos dat hij hem zelfs wil vermoorden. Een goed voorbeeld is David zelf. David wilde, toen hij eenmaal koning was, een huis voor God bouwen, een tempel. Maar de Heer zei, nee, jij mag het niet bouwen. Waarom niet? Omdat ik God ben. Ik ga gewoon iemand anders aanwijzen als ik dat wil, oké? Niet erg poldermodel, vind je wel? en David, wat doet hij dan? Had hij kunnen zeggen, nou, kennelijk vindt God mijn zoon beter dan mij. En waarom? Nee, hij zegt, ik zal uitgebreide voorbereiden. Voorbereidselen treffen staat er. Ja, je ging, zoals je weet, alle goud en zilver spullen, alles klaarleggen, inzamelen. Zodat als zijn zoon dan koning werd, het was een inkoppertje voor hem. Alles was al voorbereid. Wat een andere houding. Iemand die niet vergeleek. David vergeleek zichzelf niet met zijn zoon. Hij zei, oké, als de hand van de Heer op hem is, voor deze opdracht, dan is het, zo gaan we het doen. Wat een verschil. Hij was bezig. En zo'n voorbeeld voor ons, de ouderen. Ik ben ook alweer 55 en zo. Zo'n mooi voorbeeld. Wij zijn ervoor om de volgende generaties in hun positie te brengen. Ik geniet van zo'n filmpje van Young and Free. En wat is dat toch mooi dat we met elkaar mogen doen. En dat je elkaar mag helpen, de volgende generaties mag helpen. Ik heb hier twee generaties in de kerk zitten. Ik en dan Jozef en onze, dat is met z'n allen drie.
En wat is het dan mooi dat je dat kan doen en kan voorbereiden en kan meebouwen. En ik hoop zo dat iedereen dat proeft. Ik ga niet, als je mag ik het zo zeggen, ik ga een heilig huisje omver worden, omdat ik het een beetje zat ben. Mag dat, Joop? Sommige mensen bedoelen het goed, maar sommige mopperen. En dan is het, ja, ze doen zoveel voor de jeugd. Je vergelijkt jezelf. Gewoon vergelijken. We doen ook heel veel voor alle leeftijden. We hebben connectgroepen voor alle leeftijden. We hebben alle trainingen voor alle leeftijden. We hebben de diensten voor alle leeftijden. En als je denkt, ik wil wat meer doen voor mijn leeftijd, trommel een paar mensen op, ga op een connectgroep, steek de barbecue aan. Daar heb je het over. Daar heb je wat voor de oudere mensen, ja toch? Maar er zit iets van vergelijken in. Saul maakte de fout en werd geïrriteerd. David snapte het. He served his God's purpose for his generation, staat in het Engels. Hij begreep, dit is mijn generatie, mijn doel. Dan komt de volgende generatie en die hebben hun doel. En ik kan nog een beetje meehelpen die dat doel voor te bereiden. En daardoor noemde God hem man naar mijn hart. Hij snapt hoe het werkt. Vergelijken zet je stil. Vergelijken is allemaal op jezelf gericht. Dankbaarheid is gericht op voortgang, andere mensen. Hoe kan ik mensen bemoedigen, helpen, in hun kracht zetten? Ik ben dankbaar voor wat God heeft gedaan en doet in mijn leven. Het Koninkrijk van God is als een rivier. Het is een rivier die stroomt. Het is niet zo dat als Joop een taartpuntje krijgt, dat ik een taartpuntje mis. Want die heeft Joop nu. Dat is wat vergelijken doet. Nee, de taart is groot bij de Heer. De rivier is breed. De stromen van levend water zijn onuitputtelijk bij de Heilige Geest. Dus als jullie allemaal heel veel Heilige Geest krijgen, krijg ik ook nog steeds heel veel Heilige Geest. Er is geen vergelijk. Er is vrijheid. Er is overvloed bij de Heer. Zo gestaan gaan we bidden. Vader, dank u wel, Heer. Er is overvloed. En we bidden zo, Heer, voor ons, voor elkaar, iedereen die dit hoort en mensen op de livestream. Heer, dat we vergelijken gewoon van tafel vegen. En vergeef ons, Heer, waar we dat gedaan hebben. En Heer, we bidden gewoon uw vrijheid over iedereen hier. Heer, dat er vrijheid zal zijn. Ik mag mezelf zijn, zoals u mij gemaakt hebt, als zoon van de Heer. Jij als zoon, als dochter van je levende hemelse Vader. Hij is blij met je, hij vindt je helemaal oké, hij heeft een plan met je leven. Kijk niet links, kijk niet rechts, maar kijk naar hem. En je zal zien hoe wat een zegen hij heeft voor jou. En daar zegenen we elkaar mee, Heer. In Jezus' naam, met de zegen. Ik zegen jullie allemaal. Iedereen hier, iedereen die meeluidt. We zegenen de kinderen. Wees gezegend met de vrijheid van de Heilige Geest. Gods liefde in jouw hart. Wat Hij heeft voor jou. Gods plan met je leven. Gods vreugde. Want de vreugde van de Heer is je kracht. Amen.